De informatieavond over het huisvesten van arbeidsmigranten naast Verburg in Poeldijk is op zijn zachtst gezegd rumoerig verlopen. Al vrij snel nadat uit zijn bureau Watch Out zijn plannen ontvouwde, klonk er weerstand vanuit de zaal. De opzet was dat eerst het uitzendbureau en de gemeente een presentatie zouden geven en dat omwonenden daarna aan thematafels vragen konden stellen. Maar die opzet viel helemaal verkeerd. Het is even na 8 uur als de bijeenkomst in restaurant Vrienden begint en al snel ontspoort. De mensen die komen opdagen noemen de opzet eenzijdig en willen plenair vragen stellen. Nee, want elke keer wordt dezelfde vraag door een ander weer gesteld. Het is een dus kunnen we ook niet genoeg vertellen. Heel veel mensen hoor ik ook die net 100 meter verder wonen, die hebben geen uitnodiging gehad, terwijl ze toch zeer nauw betrokken zijn. Dus ja, wat dat betreft, geen goed woord erover, over deze opzet. En we worden thuis van dood gemaakt. Ja. Wij willen met z'n allen weten wat. Ja, ik schaam me een beetje om een raadslid van deze gemeente te zijn, moet ik eerlijk gezegd. Wat een aanfluiting. Dat organiseer je natuurlijk anders. Ik vraag me af of de gemeente niet meer de regie moet houden van de een en ander. Het was een grote opkomst. Mensen hebben de gelegenheid gehad ook om hun zorgen te uiten. Het liefst wilden ze dat eigenlijk plenair doen. De organisatie van de avond had gekozen om dat in tafels te doen. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. Als het aan de initiatiefnemers ligt, vereist er op dit voormalige trainingsveldje van Verburg aan de Arkelweg een appartementsgebouw van 2 lagen. 16 appartementen voor maximaal 96 arbeidsmigranten. Veelal vrouwen van Poolse komaf. Voorstanders van de plannen hoor je op zo'n avond niet, zegt een teleurgestelde directie van het uitzendbureau, die na afloop liever niet meer voor camera wil reageren. Wethouder Karin Zwinkels, die de huisvesting van arbeidsmigranten in haar portefeuille heeft, biedt op de avond vooral een luisterend oor en gaat na afloop met omwonenden in gesprek. En er zijn veel zaken opgehaald. We gaan dat als gemeente en ook de initiatiefnemer weer bekijken wat de vragen en de zorgen zijn. Het gaat ook over veiligheid, het gaat over verkeer, het ging over Verburg. En dat hebben we allemaal gehoord. Hoe nu verder? Officieel ligt er nog geen aanvraag van het uitzendbureau. Pas als die er is, wordt eerst de gemeenteraad om een advies gevraagd, waarna het college van BNW wel of niet instemt met de plannen.